Iedereen wil natuurlijk een flagship camera, maar dan niet voor flagship prijzen. Sony heeft daar in de vorm van de A7C II en de A7CR de oplossing voor. Compacte bodies met flagship specificaties. De A7C II en de A7CR lijken qua uiterlijk vreselijk veel op elkaar. Een compacte body gemaakt van hoogwaardig kunststof met metalen elementen. Maar binnenin, daar zitten de grote verschillen. In deze video neem ik je mee door de verschillen in de sensor, autofocus, sluiter en videospecificaties. Omdat Sony voor deze modellen heel veel techniek heeft geleend van de grotere A7 bodies, leggen we die op het eind er ook even naast om te kijken wat de verschillen zijn. De originele Sony A7C was eigenlijk een A7 III in de body van een A6600 gestopt. Hierdoor hadden ze de voordelen van een full-frame sensor en hoogwaardige specs in een compacte body. De A7C II is de directe opvolger van de A7C en heeft een 33 megapixel full-frame Bion-Z XR sensor, dezelfde als in de A7 IV. Zoals je gewend bent van de R-modellen van Sony, heeft de A7CR een hogere resolutie. Voor deze camera hebben ze de 61 megapixel full-frame Bion-Z XR sensor uit de A7 R5 geleend. Hier hebben ze dan het low-pass filter weggelaten, zodat je net dat klein beetje meer scherpte hebt in je foto's. Een andere fijne functie die ze hebben toegevoegd aan de A7CR is de Pixel Shift Multishooting. De camera maakt dan meerdere beelden en verschuift met behulp van het stabilisatiemechanisme de sensor steeds één pixel. Deze beelden kun je combineren tot een 240 megapixel beeld. Bij sensoren met meer megapixels kun je wel iets meer ruis gaan verwachten, maar bij de A7CR is tot ISO 12800 geen enkel probleem. Op de sensor vind je ook de stabilisatie. Deze biedt in beide modellen maar liefst 7 stop stabilisatie. Voor de videomakers onder ons zit er ook een active mode in die werkt samen met Sony Catalyst, zodat je in post de sensordata kan gebruiken voor je stabilisatie. Zoals we van Sony gewend zijn, zijn ook deze camera's voorzien van een uitstekende autofocus. Ze kunnen beide scherpstellen bij -4 EV. Ja, dan is het gewoon nagenoeg donker. Daarnaast kunnen ze een aantal onderwerpen herkennen en trekken. Naast de gebruikelijke mens-, gezicht- en oogdetectie herkent hij ook een brede selectie aan dieren, insecten en voertuigen zoals auto's, treinen en vliegtuigen. Om dit allemaal nog beter te maken zit er een dedicated AI processor in deze camera. Deze kennen we uit de A7 R5. Hierdoor kan de camera zijn onderwerp niet alleen volgen, maar voorspelt hij ook waar je model naartoe beweegt om te zorgen dat elk shot scherp is. Burst mode wordt altijd opgedeeld in een mechanische en een elektronische sluiter. Sony noemt in het menu de mechanische sluiter, maar in deze camera's is hij niet volledig mechanisch, maar gebruikt hij een elektronisch eerste gordijn. De Sony A7 C2 heeft een maximale burst van 10 frames per seconde voor de elektronische en de mechanische sluiter. De A7 CR heeft een iets lagere burst met 8 frames per seconde in mechanisch en 7 met elektronische sluiter. Dit heeft natuurlijk te maken met de hogere megapixels. Beide camera's hebben een hele indrukwekkende buffer van wel liefst 1000 JPEGs en 44 RAW-beelden voor de A7 C2 en 36 RAW-beelden voor de A7 CR. Dit is heel netjes als je kijkt wat voor enorme beelden er uit deze camera's komen. Ook zitten met de snelheid van beide camera's goed. Ze kunnen allebei schieten tot een 4000ste van de seconde mechanisch en een 8000ste elektronisch. Omdat je altijd gebruik maakt van een gedeeltelijk elektronische sluiter, heb je wel kans op banding. Dan zijn we die donkere strepen bij kunstlicht of hoge snelheden. Door gebruik te maken van een half mechanische sluiter is dit wel tot een minimum beperkt. Beide camera's kunnen 4K video opnemen in 10-bit 422 intern in heel veel verschillende profielen zoals S-Log3, HLG en S-Cinetone. Het grote verschil zit in hoe de 4K video wordt opgenomen. De A7 C2 gebruikt de volledige breedte van de sensor van 4K tot 25p. Hierdoor heb je geen crop en dus ook geen kwaliteitsverlies. De A7 CR gebruikt ook tot 25p de volledige sensor. Tot 50p zit er een 1.2 keer crop op. Omdat de A7 C2 en de A7 CR qua specs toch aardig lijken op de grotere camera's uit de A7 serie, kon ik het niet laten om die er ook even bij te betrekken. De Sony A7 IV en de A7 R5. Zoals ik al eerder heb genoemd, zijn de sensoren van de A7 C2 en de CR 1-op-1 overgenomen van de A7 IV en de A7 R5. Met de sensoren komen dan natuurlijk ook altijd een groot deel van de functies mee. Als je alle specs gaat vergelijken met de rest van het Sony arsenaal, dan zie je dat geen van deze individuele functies in de camera nieuw zijn. Wat wel nieuw is, is de combinatie van functies en bodystyle en zeker in deze prijsklasse. Als je de A7 C2 naast de A7 IV legt, dan zul je zien dat je dezelfde 10 frames per seconde krijgt, dezelfde videospecs en hetzelfde scherm. Waar wel verschil in zit, is dat bij de A7 IV een hogere resolutie zoeker krijgt en een dubbelkaartslot.
Maar in de A7C2 vinden we dan weer een betere stabilisatie, AI-functies en autoframing. En dat allemaal in die compactere body. De A7CR is het beste te vergelijken met de A7R5. Als je daarvoor zou kiezen omdat hij een betere grip heeft, dan kan de meegeleverde grip van de A7CR de doorslag geven. In de CR krijg je dezelfde video- en fotospecs, dezelfde AI-functies en nog veel meer. De grotere body van de A7R5 betekent dat hij een hogere resolutie zoeker en scherm kan bergen en ook net iets hogere FPS heeft. Het meest noemenswaardige verschil is dat de A7R5 kan filmen in 8K en de A7RC in 4K. Als je kijkt wat ze in die kleine body van de A7RC hebben gestopt, dan blijft dat in mijn ogen toch heel indrukwekkend. Bij de A7C2 en de A7CR krijg je heel veel waar voor je geld. Je krijgt de sensoren en de specs uit de grotere camera's uit de A7-serie, maar dan voor een lagere prijs. De A7C2 zit in een iets lagere prijsklasse. Logisch, want je krijgt bij de CR een veel hogere megapixel sensor. Daarnaast zit de optionele grip bij de A7C2 standaard bij de A7CR. En dat maakt het netto verschil ook iets kleiner. Beide camera's zijn gericht op mensen die graag reizen en dus met een compacte camera op pad willen. Reis jij veel of wil je altijd met een compacte camera op pad zonder in te moeten leveren op de kwaliteit? Ja, dan zijn deze modellen gewoon perfect voor jou. Wil jij een allround camera, dan is de A7 C2 perfect. Wil je hogere beeldkwaliteit voor bijvoorbeeld portret of landschapfotografie waar meer megapixels zeker weten handig zijn? Ja, dan zou de A7 CR misschien een goede voor jou zijn. Wat ik sowieso kan aanraden, kom voor een goed gesprek eens even langs in onze winkel en dan gaan wij je helpen met je beslissing. Ik heb erg genoten van het maken van deze video en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te kijken. Als je meer van dit soort video's wil zien, like dan deze video, abonneer je op ons kanaal en dan zie ik jou weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!